Vandaag is een bijzondere dag, want DJI lanceert vandaag een nieuwe afdeling, DJI Delivery. DJI is al een aantal jaar verdeeld in een aantal verschillende onderdelen. Zo hebben we de consumentendrones zoals de Mini, de wat meer enterprise drones zoals de Mavic Enterprise tot en met de M350. En we hebben onder andere de Agras afdeling die zich focust op landbouwtoepassingen. En vandaag komt daar een nieuwe afdeling bij in de vorm van DJI Delivery. En zoals de naam al doet vermoeden gaat DJI zich hiermee specifiek focussen op cargo en transporttoepassingen met drones. Het is een nieuwe markt en een markt waar DJI ook potentie in zit. En vandaar dat ze daar een aparte afdeling voor hebben opgestart. En vandaag is ook het eerste nieuwe toestel van die afdeling gelanceerd. De DJI Flycart 30. De eerste cargo drone van DJI. Die Flycart die is een beetje gebaseerd op een Agras toestel. De Agras T50. Omdat dat al drones waren die vanuit de sprooi- en spuittoepassingen heel veel cargo capaciteit hadden. Tot wel 50, 60 liter of kilo aan korrels of vloeistof. Dus het was een logische keuze om die als basis te pakken en daar de cargo versie van te maken. Maar er zijn wel een aantal zaken die specifiek anders of aangepast zijn voor die cargo toepassingen. Het eerste zit hem in het feit dat je hem met zowel 1 als 2 batterijen kunt vliegen. En dat heeft ook dan weer een stukje invloed op de payloadcapaciteit en natuurlijk de vliegduur. Je kunt ervoor kiezen om hem met 1 batterij te vliegen. Dan vliegt hij wat korter, maar dan heb je wel een iets grotere payloadcapaciteit tot maximaal 40 kilo. En op het moment dat je hem met dubbele batterijen vliegt, dan heb je natuurlijk ook de redundancy, mocht er met 1 batterij iets aan de hand zijn. Dan heb je een payloadcapaciteit afhankelijk van de hoogte van maximaal 30 kilo. Nou, qua sensoren zijn er een aantal dingen eigenlijk wel overgenomen van de Agras-serie. En dat betekent dat de Flycart 30 onder andere 2 phased array radarsystemen heeft. Eentje zit er aan de voorkant bovenop en eentje zit er aan de achterkant dwars. En die twee systemen samen hebben eigenlijk volledige radardekking zowel rondom als vooruit, onder en boven. En op die manier kan die onder andere heel goed obstakels herkennen, maar kan die ook die radar gebruiken om onder andere zijn hoogte goed te houden als je een terrein hebt wat qua hoogte goed verschilt. Naast die radar heeft hij ook nog de vision sensoren die we kennen van DJI toestellen. Niet helemaal rondom, omdat die radar het in principe afdekt. Maar wel extra aan de voorkant. 2 sets, eentje iets omhoog en eentje iets naar beneden. En aan de voorkant zitten ook nog een aantal witte lampen die aan kunnen om dat in het donker verder te ondersteunen. Om met die mix van sensoren eigenlijk in alle omstandigheden een goede obstakeldetectie te kunnen doen. Tot zelfs 15 meter per seconde. Nou, afhankelijk van dus of je hem in enkele of dubbele batterijmodus vliegt, heeft dat invloed op je vliegtijd en ook de vliegafstand. Zonder payload vlieg je met 1 batterij ongeveer 16 kilometer afstand maximaal en 28 kilometer met 2 batterijen. En vlieg je hem met dubbele batterijen en volledige payload, dus die 30 kilo, dan kun je maximaal weer zo'n 16 kilometer afstand vliegen. Dus je kunt aardige afstanden ermee afleggen. Het toestel heeft een IP55 rating, waardoor hij ook in weer- en windomstandigheden goed terecht kan. En hij is standaard voorzien van een parachutesysteem. Die zit aan de bovenkant van de drone ingebouwd en die is volledig losstaand van de drone zelf. Dus er zit een aparte processor en computer in die parachute kan deployen op het moment dat dat nodig is. Er zijn verschillende standen waarin dat kan gebeuren. Je kunt hem handmatig activeren, maar hij kan ook automatisch geactiveerd worden als hij merkt dat er iets met het toestel aan de hand is. Dan zet hij de motoren uit en dan deployt hij die parachute. Die parachute zit ook onder andere een alarm en een lamp in, zodat je het toestel hoort piepen op het moment dat die parachute wordt geactiveerd. En dat die een lamp in die parachute spreidt, zodat in het donker die parachute ook zichtbaar zou zijn, mocht dat nodig zijn. Maar er zitten nog meer technieken in. Standaard wordt die Flycart geleverd met een 70 liter cargo box aan de onderkant. En daar zitten bijvoorbeeld sensoren in die het zwaartepunt van de lading meten, zodat die kan aangeven of de payload die je erin hebt gestopt goed in het midden ligt, om te zorgen dat dat veilig is tijdens het vliegen. Maar je kunt hem ook gebruiken met een liersysteem. Dan heb je een bedienbare lier van 20 meter, waarmee je payload kunt laten zakken en zelfs dus op de grond kunt loslaten door die lier te bedienen. En op het moment dat je die lier gebruikt, dan heeft het toestel ook active swing control. En wat die daarmee eigenlijk kan doen, is dat op het moment dat er natuurlijk aan die lier een payload hangt, dus zeker als die eventueel wat groter is, dan kan dat tijdens het vliegen gaan swingen. En die active swing control die zorgt ervoor dat het toestel die swingbeweging eigenlijk uit die kabel kan halen. Bijvoorbeeld als je stopt met vliegen door op het juiste moment te corrigeren, kan die dan in één keer de payload goed stilhangen. In plaats van dat die payload blijft uitzwaaien totdat die uiteindelijk tot stilstand komt.
Nou, je kunt hem net als eigenlijk alle enterprise toestellen van DJI vliegen met dual remote. Het is de RC Plus remote die erbij zit, maar het is wel een andere app. Dus ze zijn niet met bijvoorbeeld die van de M350 wat dat betreft compatible. Maar je kan net als met dat toestel twee remotes eraan koppelen en ook de besturing tijdens het vliegen daarvan overgeven. En daarnaast komt er ook nog een aanvullend stukje software. Dat is de DJI Delivery Hub. En dat lijkt eigenlijk een beetje op DJI Flight Hub, maar dan specifiek voor de cargo en transporttoepassingen. Zodat je daarin kunt programmeren waar en wanneer je bepaalde routes wil vliegen, die eventueel ook op afstand kunt monitoren en op die manier eigenlijk vaste routes volledig op afstand kunt beheren en kunt vliegen. Nou, er zitten verder nog een heleboel kleine en aanvullende dingen in die de Flycard specifiek maken voor cargo toepassingen. En daar gaan we je in latere video's natuurlijk meer over vertellen. We hopen ook snel de eerste toestellen hier te ontvangen. Dan gaan we uiteraard een unboxing doen en kunnen we je dit toestel in het echt laten zien. Mocht je tot die tijd nou meer over de Flycard willen weten, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in een van onze winkels.